Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik ben inmiddels een paar dagen alweer ziek thuis. Ik ben ziek dinsdag naar huis gegaan. Voelde me eigenlijk niet lekker. Ik was draaierig, hoofdpijn en ontzettend moe. Was ik. Dus ik heb ook gelijk een coronatest gedaan. Dat was gelukkig negatief. Ik ben niet besmet met corona gelukkig. Maar ik voelde me gewoon niet lekker. Ik had ook al een klein beetje had ik het gevoel dat het geen corona kon wezen. Maar ja, ik voelde me eigenlijk niet lekker. En ik ben dus ziek naar huis gegaan. Nou, inmiddels ben ik een paar dagen verder. Ik ben maar een beetje televisie aan het kijken, een beetje aan het computeren. En dat is eigenlijk het enige wat ik doe eigenlijk. En wat ik eigenlijk het meeste doe is eigenlijk heel veel slapen. Heel veel mijn rust pakken, uitrusten. Want ik zat er echt een beetje doorheen. Het begon eigenlijk al van het weekend eigenlijk al, omdat we die kermissen niet deden. Toen was ik al ontzettend moe. Daarvoor hebben we dus een weekendje overgeslagen. En nu ben ik dus ziek. Ik ben gelukkig wel weer iets beter, ben ik gelukkig. Ik hoop dat ik zaterdag mee kan naar de kermis. Want er komen weer hele leuke kermissen komen eraan. We willen er aankomend weekend willen we er 3 gaan doen. Dus ik hoop dat ik in ieder geval voor het weekend dat ik dan wel weer een stukje beter ben. En dat ik dan gewoon weer zaterdag mee kan naar de kermissen. Dan gaan we natuurlijk heen met Ger en Ricardo. En de anderen dat weet ik niet of dat die meegaan. Het is altijd een vraagje van gaan ze wel mee of gaan ze niet mee? Want de ene keer dan kunnen ze en dan zijn ze helemaal enthousiast. En de andere keren dan hebben ze ineens weer geen tijd. En we gaan het wel zien. Ik weet niet of dat hun tijd hebben daarvoor. Dus we gaan het vanzelf aan wat bekijken. Ja, een beetje computeren, een beetje televisie kijken en heel veel slapen is momenteel eventjes het devies eventjes. Gelukkig ben ik alweer iets beter. Ik slaap nog wel af en toe nog wel eens even tussen de middag. Doe ik nog even een dutje. Maar ben mijn lichaam een beetje rust aan het gunnen om zaterdag weer de overstap te maken. Dat ik zaterdag toch weer mee kan. Want ik wil eigenlijk 2 weekenden achter elkaar. Dat wil ik weer niet missen. Ene weekend, het waren alleen maar kleine kermisjes volgens mij. Dus deze kermis die er nu aankomt, wil ik eigenlijk wel bijwijzen. Want daar zit natuurlijk ook een hele grote kermis bij. De kermisfanaten, kijkers, die zullen wel weten welke kermis dat is. Dat is in Den Haag. Ik zal het maar gelijk vertellen. Het is Den Haag is het. Die komt aankomend weekend. En daar wil ik toch wel weer bij zijn. Want ik wil toch weer een leuke vlog opnemen. Want het zijn nu... ik had gezegd, ik doe geen praatvideo's meer. Maar ik had weer een paar mededelingen. Ik had weer een paar dingetjes te vertellen. Nou, onder meer dus nu dat ik ziek ben. En dat de PlayStation, GTA op de PlayStation, de livestreams daarvan, die zijn verhuisd naar Twitch. En dat waren toch weer een paar mededelingen. Dat wou ik nog eventjes vertellen aan jullie. Ik ga even een lekker bakkie Senseo zetten. Ik heb wel trek in een lekker bak koffie. Ik drink tegenwoordig ook weer een beetje koffie. Ik heb thuis geen koffie gedronken. En dat is eigenlijk zonde. En dan zou je denken van misschien wilde je geen koffie of zo. Ik lust best wel een bakje koffie. Maar ik gaf mijn eigen er nooit tijd voor. Ik moet me eigenlijk wat meer tijd geven om ook wel eens eventjes mijn eigen te verwennen met een lekker bakje koffie. Maar ik had er eigenlijk nooit, ik maakte er eigenlijk nooit tijd voor om dat te doen. Dus ik kreeg mijn eigen tegenwoordig wat meer tijd. Ik neem ook weer koffie mee naar de zaak. 'S Ochtends als ik naar mijn werk ga, dan neem ik altijd zo'n Efteling beker. Die heb ik toen een keertje op de Winter Efteling. Ik heb er 2 ervan.
Dat zijn deze bekers. Nou, die vul ik en dan ga ik de deur uit met zo'n beker met lekkere verse koffie erin. Dus ik geef me eigen weer wat meer tijd ervoor. In ieder geval, ja, ik hoop dat ik beter ben voor zaterdag. En dat ik dan zaterdag weer lekker naar de kermis kan. Want ik mis het wel, de kermis. Dus en vooral die in Den Haag, die wil ik zeker weten niet missen. Laatste keer dat we hem deden was 2 jaar terug. Dat was echt een hele leuke kermis was dat. Dat was echt een hele toffe kermis. Dus ja, ik wil daar zeker weten weer bij wezen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan wordt jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. En ik hoop dat ik dan weer wat beter ben. Groetjes en tot de volgende. Bye bye. Hoi.